Ja, daar zijn we weer met een nieuwe workout. 15-minute workout, HipNthigh. En dit keer gaan we een cardio workout opnemen. Met niemand minder dan Eline. En Eline is bij het team van HipNthigh gekomen vanaf vandaag. Dus als jullie het kijken, dan is hij hier een paar weken aanwezig. Mocht je kantoor bellen, dan kun je zo Eline aan de telefoon krijgen voor vragen of andere activiteiten binnen HipNthigh, de organisatie. We gaan veel op pad, dus je zult haar vaker zien spreken. Wij zijn aan het opwarmen in de tuin. Of je stuk in de achterwiel, Eline. Wij zijn aan het opwarmen in de tuin met de HipNthigh nog in ons hand. Dat is een korte warming-up en die duurt 3 minuutjes. We gaan even die knieën omhoog doen. Dat doen we gezellig samen. Samen met ons en met jou. Rustig warmen. Knieën naar buiten. En dan gooien we even een swing erin. We worden lekker warm. Die cardio workout wordt pittig, hè? Gaan we weer voor. Allemaal minuutjes. Met tussendoor een half minuutje joggen. Alle oefeningen waarbij je hartslag heel hard omhoog gaat. Je conditie uitgedaagd wordt, getriggerd. Naar een hoger niveau gebracht. Oké, we gaan even rustig joggen. Gaan we zo ook mee beginnen. Maar dan met die HipNthigh. Wij stampen een beetje het gras hier plat, zodat wij onze enkels sparen. Het heeft geregend, nu is het weer droog. En het is allemaal live, het is allemaal één take. Er wordt hier niet geregisseerd. We hebben nog 1 minuutje. We gaan die knieën even een beetje omhoog. Rustig aanstampen het gras. Dat doen we voor ons. Misschien sta je ook in de tuin. Doe lekker mee. Word warm. En ben jij zo iemand die altijd die filmpjes kijkt, maar nog geen HipNthigh heeft aangeschaft? Ik zou zeggen, schaf er een aan. Doe hem om en doe hem gewoon een keer mee. Maar ja, het was voor categorie HipNthigh workout. Begin natuurlijk bij de basis. Begin met de roze. En ga over op de blauwe. Na verloop van tijd. Oké, we gaan rustig naar beneden. Rustig. Wij zijn aardig warm aan het worden. De spieren zijn er volgens mij nog wel helemaal klaar voor. Om die HipNthigh af te doen. Of om te doen eigenlijk. En te starten. Oké, rustig wandelen. HipNthigh om je enkels. Doe mee voor degenen die hem al hebben. Heb je nog geen HipNthigh, dan bestel je er één. En doe je gezellig mee. Met de HipNthigh community sluit je aan. Oké, wij beginnen met 1 minuut lang joggen op de plaats. Gewoon lekker joggen. Heen en weer huppelen. Met die spanning van de tube van de HipNthigh. Roze of blauwe, het maakt niet uit. De ene is natuurlijk iets zwaarder. Alle workouts die je vindt op HipNthigh zijn eenvoudig. Zijn voor iedereen te doen. Het enige wat het verschil maakt is het niveau. En het niveau bepaal je zelf. Als jij denkt, dit kan ik aan, dan doe je mee. En je gaat het proberen. Mocht het te zwaar worden, kun je altijd teruggaan naar het marcheren. We hebben een halve minuut opzitten. We gaan zo 1 minuut lang een hamstring curl maken. Dat doen we achterwaarts. Ik zal steeds een kwartslag draaien. Misschien draait Eline met me mee. Kijken we elkaar aan. Doen we dat gezellig 1 minuut samen. Met elkaar. Altijd leuk. Hartslag gaat hier al omhoog. Over 10 seconden is het zover. Dat doet op die hamstring curl. 4, 3, 2, hamstring curl. Kom maar, breng op. Hop, hop. Ja, dat ja. Net aangenomen. Ja. Kom maar, kom maar, kom maar. Oké. Daar joh. Van de zijkant. Dus je knieën gaan niet naar voren, die blijven hier. Alleen hakkenbillen met een beetje spanning. 1 minuut lang. Met elkaar, we zijn op de helft.
Rustig ademen. In door je neus. En uit door je mond. En ja, voel de branden. En door. Nog 10 seconden. We draaien ons terug. Kijken elkaar weer aan, gezellig. 5, 4, 3, we gaan weer joggen. En dat doen we een halve minuut. Half minuut joggen op de plaats. En dat kan met of zonder spanning op de HipNthigh. Met of zonder spanning op die dijbenen. Wij doen het met, hè, Eline? Ja. Oké. Daag jezelf uit. Heel goed. 10 seconden. Doen we weer die hamstring curl. Alleen gaan we hem dan dubbelen. En eentje laag en één sprong. Dubbel. Laag, spring. Laag, spring. Laag, spring. Curl, jump. Curl, jump. Curl, spring. En die sprong maakt het extra zwaar. Hè? Vanuit je benen en de curls. Ja. Yeah. Goed zo. Jump. 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 Curl. Jump. Curl. Jump. Goed zo. Door. 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 Op de helft. Jump. Up. Jump. Up. Jump. Up. Nog maar 10 seconden. Hierna gaan we joggen. Haha, come on. 4, 3, 2, 1. En joggen op de plaats. Halve minuut. Super. Hierna uitstappen naar voren. Een lunchbeweging maken. Maar we willen de tempo in. Dus doen we die 4 keer snel. En links en rechts langzaam. Ah. Denk je, waar heb je het over? Gewoon één keer kijken en meedoen. Nog 10 seconden. 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4. Laag, laag. 1, 2, 3, 4. En laag. 2, 3. Laag, laag. 1, 2. En sta. Sta. Hou de bewegingsuitslag kort. Stap niet te ver. 2, 3, 4. 1, 2. Laag. Laag. Op de helft. Laag. Hey. Laag. 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 1, 2, 3, 4. Nog 10 seconden. We blijven mooi rechtop. Blijf hier en joggen op de plaats. Heel goed. Adem. In door je neus. Uit door je mond. Little deep in time. Spanning op die dijen. Links en rechts bewegen. Half minuutje maar. We doen diezelfde lunchbeweging. Uitstappen. Maar dan alleen het langzame gedeelte. Dus alleen maar links, rechts. Langzaam. Goed die spanning voelen. Doen we 1 minuut. 2. 1. Squat. Laag. En. Laag. En je blijft mooi rechtop. Hou je borst vooruit. Neem geen grote stappen, maar hou het kort. Vang jezelf op, voorste been. Duw jezelf weer omhoog met je hielen. Werk vanuit je bovenbeen. Activeer je billen op het moment dat je omhoog duwt. En duw, duw, draai. Oh. Yes, yes, yes. Mooi rechtop. Bam, en bam, bam. Dit is werken. We zijn op de helft. Verzuren. Draai terug. Terug.
3, 5, 4, 3, 2, 1. Ik denk waar, zie jij die klok? Blijf het joggen. Blijf het joggen. Ja, deze is niet makkelijk. Maar daar doen we het ook niet voor. No way. Oké. Volgende oefening is er 2 keer een jump en 1 keer een squat. 5, 4, 1, 2, squat. 1, 2, squat. Doe mee. 3. Hey, 2. 2 keer springen. 2 keer springen, laag. 1, 2. 1, 2. 1, 2, squat. Goed zo. En deze is zwaar hoor. Maar hou ook nog die spanning op die HipNthigh. Hou je knieën boven je enkels. Maak die stap weer niet te groot. Hou die spanning vast. Op je helft. 2 keer en squat. Woehoe. En goed zo. En lekker. Blaas uit. In. 10 seconden. 2. Pa. 2. Squat. 2. 4. 3. 2. 1. Of marcheren. Of jog op de plaats. Hij gaat heel lekker. Hou de hartslag hoog. Dit is echt een cardio workout. Misschien wel level 2. Misschien wel level 3. In ieder geval niet voor beginners. Haha. Dus zorg dat je hierbij komt. Zorg dat dit ook jouw level wordt. Jouw niveau. Oké. Volgende oefening. Wordt dezelfde. Alleen springen we dan naar links en naar rechts. 6, 5, 6. 2 keer jump. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En denk aan die spanning. Ja. Jump, jump. Jump, jump. 2 keer springen en op de helft. 2 keer jump. 2 keer jump. Jump, jump, squat. Turn, squat. Turn, squat. 10 seconden. Blijf mooi rechtop. Pam, pam. 4. En rustig. Jog op de plaats. Of marcheren. Korte herstel. Zie je die beesten? Zie je ze in beeld? Of nee? Jammer. Lopen hier een paar ganzen, een paar zwarte, is toch een gans of niet? De zwaan, oh. We zijn heel gevaarlijk. Oké, we hebben nog een dubbele twist. Die gaat zo. We hebben al enkel gedaan, we doen nu dubbel om meer spanning in die dijen te creëren. Dus vang hem op. Hou je schouders zoveel mogelijk in één lijn. Met je blik naar het midden. Draai je heupen in. Komen die zwanen al in de buurt? Komen ze in beeld? We gaan gewoon door. Hij wil meedoen. We zijn op de helft. Hey. Hij is lekker. Ik hoop dat je het hoort via mijn microfoontje. Dat ze er ook echt zijn.
Ga door. Draai. 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 10 seconden nog. Draai. 4, 3, 2 en jump. Weer afvinken. Pop, pop. Oké. Nu wordt het heftig. 4 sprongetjes. 1 keer je knie intrekken. Trek hem hoog in. Dus 4 keer laag op de grond. 5, 6, 3, 4, 2. Joggen op de plaats. Wij hebben dat ook nodig. HipNthigh cardio valt niet mee, dames en heren. We zijn op de helft. We hebben nog 1 te gaan. Die doen we op ons eigen tempo. Dat zijn die knieliften. Die kunnen we allemaal. Dus de uitdaging voor de laatste oefening. 1 minuut lang. Knielift. Daar gaan we. Kom. Knielift. Bepaal je eigen tempo. Brees omhoog. Knieën omhoog. Ik weet het, het is zwaar zo, de laatste. We hebben er allemaal last van. Maar we zijn wel op het einde. Op het einde van de 15 minutes. Kom maar. Beetje spanning. Pop, 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 pop. En daar, daar. Kom maar. Knie op. Knie op. Je knie lift. Als laatste. De laatste halve minuut. Is ingegaan. Hou het nog vol. Blijf ademen. In door je neus. Uit door je mond. Kom op, Eline. We gaan nog. Keertje. Papa. Laatste. Kom maar. Kom maar. 10 seconden nog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig. Op de plaats. Hartslag is in je keel. Je moet nog kunnen blijven praten. Dan heb je het goed gedaan. Anders lig je waarschijnlijk met een bakje vol spuug. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar we zijn wel bezig. Met een hele goede conditie te ontwikkelen. Zo in je woonkamer. Alleen door het komen van de HipNthigh. En het volgen van de programma's. 1 minuutje, rustig, uit het joggen, hartslag weer langzaam naar een pijl dat acceptabel is om weer die dag verder te gaan beleven, weer te genieten van een nieuwe dag. En denk eraan, probeer fris dranken, zoethoudende producten, allemaal lekker weg ermee. Water is echt de goedkoopste en beste voedingssupplement die je in huis hebt. En we wonen helemaal in een mooi land. Wordt er eentje aangevallen toen het zwaar. Oké. Wij gaan gewoon marcheren op de plaats. Er staan wat mensen achter de schermen die een zwaar naar zich toe kregen. Hadden wij net ook bijna. Dus wij hebben geen medelijden. Oké, genoeg over de zwanen. Terug naar het gezonde verdere vordering van de dag. Uit marcheren. We hebben lekker een workout gehad. Zeker. Dat dacht ik. Oké, dan. Heel goed. Nou, die voelen we. Onze heartbeat. Oké, dan. Rustig je voeten neerzetten. Laat je weer rustig naar beneden zakken. Rol werpeltje voor werpeltje af. Houd beneden even vast. De spanning direct achter in je benen.
Doe meteen de HipNthigh af. Kom heel langzaam weer omhoog. En weer rustig ademen. Draai kwartslag. Pak je enkel vast. Doe doe. Voor de rek in je bovenbenen. Zet je voet achter neer. Duw je hiel in de grond. Duw je heupen naar voren. Die even netjes de klittenband weer op elkaar. Zodat het allemaal netjes blijft. De spullen. Kun je morgen weer beginnen. Morgen weer erbij pakken. Oké, ga staan. Andere kant. Niet duwen, hè? Oh. En stap achter. En hiel in de grond. En mooi rechtop. Oké. Okay. Yes, tot jullie! Heel goed gedaan. We hebben lekker gewerkt weer. Morgen weer een nieuwe workout. Ik zie jullie morgen weer.